Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een nieuwe aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Azran. Wij moeten met de bus terug, want wij hebben iets uitgevonden de vorige aflevering. Dat er een mol zit in de politie, of ja, bij de politie in Scotland Yard. Dat is wel pittig heftig. Wij moeten naar Scotland Yard, want wij moeten eventjes verslag gaan uitbrengen van holy shit, wat is er hier aan de hand? We moeten echt opletten, want het gaat hier niet goed. Dat is een goede uitleg, toch? Goedemiddag, ik ben bang dat het politiebureau op volle toeren draait en alleen dringende zaken kan behandelen. Ik zal de urgentie van uw bezoek moeten bepalen aan de hand van een aantal puzzels dat u heeft opgelost. Wat hebben we hier? Blijkbaar voldoet u aan onze vereisten. 25 of meer opgeloste puzzels. Loopt u maar door hoor. Dat is mooi. Deborah Grosky. Inspecteur Grosky, ik ben blij dat ik u hier tref. Layton, heeft u me nodig om iemand kennis te laten maken met de sterke arm der wet? Er is eigenlijk iets anders. Iets waar ik graag met u over zou willen praten of willen bespreken, stond er. Ik vroeg me af of u misschien weet wie er verantwoordelijk is voor het onderzoek naar de inbraken in het museum. Ik geloof dat Bloom daar zelf de leiding over heeft. Dan kan hij ons misschien helpen. Ik neem aan dat rechercheur Bloom ook degene is die teruggevonden relieken naar het museum heeft gebracht. Natuurlijk, hij is een echte archeologiefanaat. Dus deze zaak vond hij erg interessant. Hij was dolblij dat hij de dingen weer had teruggevonden. Hij wist meteen wat ze waren, hoefde ze niet eens te laten testen. Dus hij is dol op archeologie en hij lost graag misdaden op. Net als u, professor. Pardon, inspecteur, ik heb nog één vraagje. Vraag maar raak. Wie had er nog meer toegang tot de relieken tussen het punt waarop ze zijn gevonden en het punt waarop ze zijn teruggebracht? U denkt toch niet dat Bloom zulke breekbare spullen aan die klungels hier zou vertrouwen? Niemand anders is in de buurt geweest. Layton, voor de draad ermee. Weet u iets over de inbraak in het museum? Jawel, inspecteur, met dank aan u. U heeft ons zojuist geholpen met de dader aan te wijzen. Wat? Wat? Echt waar, professor? Jazeker, Luke. Ga maar eens na wat we vandaag allemaal hebben geleerd. Inspecteur Grosky, zou ons willen vergezellen naar het kantoor van rechercheur Bloom? Natuurlijk, Layton. Ik ben bang dat ik u niet helemaal volg, maar Bloom zal de boel vast wel kunnen ophelderen. Wij wisten natuurlijk al van de vorige professor Layton dat Bloom niet helemaal pluis was. Zelfs niet een paardenbloem, want die zit vol met pluisjes. Professor Layton, hoe kan ik u deze keer helpen? Rechercheur Bloom, bent u bekend met de organisatie Targent? Ik heb wel eens over van gehoord, ja. Ik heb een reden om te geloven dat Targent verantwoordelijk is voor de recente inbraak in het museum. Zeer indrukwekkend, Layton. Als u dat op eigen houtje heeft uitgevoerd, hoef ik ook niet meer voor me te houden. Ik moet bekennen dat ik Targent ook al aan de enige tijd verdenk van deze zaak. Maar ik heb vooralsnog niet kunnen achterhalen waar hun agent is ondergedoken. Hij glipt me telkens door de vingers. Dus u heeft niet aangedacht om de dader binnen Scotland Yard te zoeken? Wat? Een van ons? Kolder en kletspraat, professor. Sorry, maar ik had concreet bewijs verwacht. Geen willekeurig giswerk. Neemt u me niet kwalijk, ik heb nog veel werk te doen. Komt er een filmpje? Ja. Het is geen giswerk, rechercheur. Ik kan met zekerheid zeggen dat ik weet wie de dader in kwestie is. In dat geval hoor ik graag meer. Verklaar u nader. De dief heeft de relieken gestolen en vervangen. Hij manipuleerde politiegegevens en dwarsboomde het onderzoek. Daaruit kunnen we concluderen dat de dader veel macht heeft binnen de politie en al geruime tijd in dienst is van Targent. En diegene bent u. Wat is dit, Layton? Bent u helemaal knettergek geworden? Inspecteur, ik kan u verzekeren dat ik iemand nooit op dergelijke wijze zou beschuldigen zonder overtuigend bewijs. Dat belooft dat. Gaat uw gang, professor. Goed. Rechercheur Bloom, ik heb begrepen dat u aan het hoofd staat van het onderzoek naar het museuminbraak. Dat heeft u goed begrepen. Om de beveiliging van het museum te verhogen, beperkte u alle informatie over de bewakersroosters tot een kleine groep. Uiteraard behoorde u zelf ook tot die kleine groep.
Ja, natuurlijk. Ik was degene die alle bewakers hun instructies gaf. Maar blijkbaar waren mijn maatregelen niet genoeg. De daders slaagden erin om nog meer diefstallen te plegen. Ik geef toe dat ik duidelijk tekort ben geschoten. Er zijn inderdaad meerdere diefstallen gepleegd. Maar u wist elk van de gestolen voorwerpen weer terug te vinden. Dat is een opmerkelijke prestatie, moet ik zeggen. Ik schaamde me uiteraard omdat ik het museum niet goed genoeg had beveiligd. Vandaar dat ik al onze mankracht stopte in het vinden van de gestolen relieken. Aha, en mag ik vragen wat u met de relieken deed nadat ze waren gevonden, voordat u ze terugbracht naar het museum? Ik heb ze op een veilige plaats bewaard. Wat doet dat ertoe? In dat geval rest mij slechts één conclusie. U bent de dief. Niemand anders heeft de echte relieken kunnen vervangen door vervalsingen. En dat bewijst u... En dat bewijst dat ik de dader ben? Poeh, ik maakte me even ongerust. Dat zijn de zwakste argumenten die ik ooit heb gehoord. Het feit dat ik verantwoordelijk was voor het bewaken van de voorwerpen wil niet zeggen dat ik elke seconde in het oog hield. En zijn zelfs meer dan genoeg gelegenheden geweest voor andere agenten om de voorwerpen te verwisselen. Dank u, Regisseur Bloom. Wat? Wat u zojuist zei, bevestigt alles. Zeg eens, hoe wist u dat de relieken vervangen zijn door vervalsingen? Maar dat heeft u toch net zelf. Het feit dat de teruggevonden relieken vals zijn, is slechts een uur geleden vastgesteld door een kleine groep, waaronder ikzelf. Emmy, Luke, jullie kunnen hiervan getuigen. Wat zei de agent in het museum over de gestolen voorwerpen? Hij zei alleen dat de regisseur alle voorwerpen terug had gevonden en hoe goed Scotland Yard wel niet is. Ja, hij zei in ieder geval niets over vervalsingen. Precies. Wij waren de enigen die wisten dat de relieken vervals zijn. Dus vandaar, verklaar u alsjeblieft nader, Regisseur Bloom. Wanneer bent u erachter gekomen? Waar heeft u het over, Layton? U zegt het net zelf. U beschuldigt mij omdat als enige de voorwerpen had kunnen verwisselen met vervalsingen. Ah, natuurlijk. U heeft volkomen gelijk. Het is echter uw reactie die vraagtekens oproept. U had als regisseur de leiding over deze zaak en hoorde zojuist doorslaggevende nieuwe informatie. Zou u niet verrast of zelfs ontzet moeten zijn om te horen dat de waardevolle spullen die u heeft teruggevonden nep zijn? Maar u was niet verrast, want u wist maar al te goed dat de relieken eigenlijk vervalsingen waren. U bent immers degene die de hele wisseltruc op touw heeft gezet. Wat heeft u daarop te zeggen? Blijkbaar heb ik u onderschat, Layton. Dus u geeft toe dat u de mol voor Targent bent? Ik geloof dat ik maar beter mijn mond kan houden. Goed, Leonard Bloom. U staat onder arrest op verdenking van diefstal, vervalsing en corruptie. Nou, dat is één Targent-agent minder. Wauw, goed gedaan, professor. Bloom? Dat verwende nest? Was hij onze mol? Ja, meneer. Hij heeft zo goed als bekend. Ik wist dat er iets niet helemaal klopte aan die kerel. Goed werk, Grosky. Ik neem het vanaf hier wel over. Ja, meneer. Bedankt, meneer. Het lijkt erop dat die man inspecteur Grosky's meerder is. Wauw, ik heb Grosky nog nooit zo in die houding zien staan. Het is goed om te zien dat Scotland Yard niet geheel corrupt is. Ja, zolang er hier mensen zoals zij werken, is de veiligheid van Londen gewaarborgd. Nou, die zaak is mooi opgelost, heren. En deze zaak wel, ja. Emmy, weet je nog wat het uiteindelijke doel van ons onderzoek is? Oh, natuurlijk. We stonden net op het punt de wereld af te reizen om op zoek naar de 5 Azraanse eieren. Haha, inderdaad. En daar zijn we nog steeds niet mee begonnen. Precies, laten we niet langer staan, lanterfanten. Het is tijd het spoor van de Azran te volgen. Oké, terug naar de hangar dan. Spannend. Bloom ligt eruit, hij is ontdekt. Is dat soms Leighton's schuld? Ja, wilt u dat we met hem afrekenen, meneer? Nee, laat hem met rust. Nu ze Bloom te pakken hebben, denken ze dat ze hebben gewonnen en zijn ze niet op hun hoede. Niets zal ons plan nog in de weg staan. En daarnaast heb ik ze nodig. Ze kunnen nog veel voor ons betekenen. Ja, meneer. In dat geval zal ik onze sluipmoordenaars voorlopig andere taken toewijzen. Wat? Oké. Ik kan nog steeds niet geloven dat we een wereldreis gaan maken. Joepie! Het zal een lange en vermoeiende reis worden.
niet te zeggen gevaarlijk. Misschien kun je beter hier blijven. Laat u dat maar uit uw hoofd, professor. Ik ga met u mee, of u dat nou wilt of niet. Is dat zo? Vooruit dan maar. Laten we gaan. De Bostoniërs wachten op ons. Wacht, Herschel. Wie hebben we daar? Ah, dat is Herschel's ouders. Herschel, wat ben ik blij dat we je nog te pakken hebben gekregen. Ma, pa, wat doen jullie hier? We hoorden dat je een wereldreis ging maken en je hebt me geen woord over gerept. Ja, we zijn zo snel mogelijk gekomen. Het is maar goed dat we geluk hadden met de bussen. Je had op zijn minst even een belletje kunnen geven. Doe nou, ma, je weet toch dat ik af en toe op reis moet voor mijn werk? Wacht jij maar totdat je zelf kinderen hebt, Herschel Layton. Je blijft je altijd zorgen maken, ook als ze al volwassen zijn. Ik ken jou, een ingetogen academicus die wel eens een gewoonte heeft om uitzinnige dingen te doen. Ik ken toevallig ook iemand die zo was in haar jonge jaren. Haha, ben jij niet een keer de wijde wereld ingetrokken met een hengel en een zakmes, ma? Tsk, dat was 40 jaar geleden, Herschel. Het waren andere tijden. Kijk eens, ik heb een paar gebakjes meegenomen. En bedankt, ma, dat is erg lief van je. Nou, ik moet er nu echt vandoor. Bedankt dat jullie helemaal hierheen zijn gekomen om me uit te zwaaien. Maar natuurlijk, jongen, nog een fijne reis. En laat wat van je horen. Ja, stuur ons af en toe eens een kaartje. Dat zal ik doen. Ik kom langs zodra ik terug ben. Hoor? Ja, ja. Ah, professor, heeft u afscheid kunnen nemen? Ja, maar ik vraag me iets af. Hoe wisten ze in hemelsnaam dat ik op reis zou gaan? Dat is geen enorm mysterie. Ik ben degene die achter uw rug om contact met ze heeft opgenomen. Het spijt me. Ik wil dus om zeggen dat u mijn ouders kent. Dat klopt. Ik ben ze erg veel verschuldigd. Uit een lange tijd voordat ik archeoloog werd. Ik heb uw carrière dan ook op de voet gevolgd. Dat is waarom ik contact met u opnam toen ik een betrouwbare partner nodig had. Ah, zo. Nou, bedankt. Nee, u bedankt, professor. Hopelijk heeft u niet het idee dat ik jullie zomaar ergens in meesleep. Geenszins. We zijn al zo ver gekomen en we zijn van plan om door te zetten tot het eind. Dat hoor ik graag. Er is nog iets wat ik u wil laten zien. Hier, kijk eens deze afbeelding. Dat zijn de eieren die we zoeken. Is dat een Azraans ei? Jazeker, dit is hoe ze worden afgebeeld in het boek Oude Beschavingen van Donald Rutledge. Volgens Rutledge zouden de eieren slechts decoratief zijn. Hij geloofde nooit dat ze speciale krachten of betekenis hadden. Dus de Azran hebben de ware functie van de eieren goed verborgen gehouden. Erg wijs van ze, hoewel ze uitermate goed zijn verstopt, wisten de Azran dat ze nooit gevonden zouden worden. En dat zijn ze ook. Of dat ze ooit gevonden zouden worden. In ieder geval, het zal wel. Eén ervan tenminste. Dat betekent dat de rest mogelijk ook al gevonden en gevonden en overgedragen. Precies, het zal niet makkelijk zijn om ze te vinden. Maar ik verwacht dat er een hoop speurwerk aan te pas zal komen. Dat zou kunnen, professor. Maar zijn we in ons vak niet anders gewend wel? Haha, inderdaad. Archeologie is niet voor de ongeduldigen. Goed, laten we gaan. Jawel, meneer. Als u allen plaats wilt nemen, dan zullen we over enkele minuten vertrekken. Wilt u het spel opslaan? Dat willen wij. De jacht naar de eieren. De Bostoniërs is echt geweldig. Het is hier net een tweede huis, maar dan eentje dat kan vliegen. Ze zal ons vast trouw dienen op een lange reis. We gaan nu eerst de locaties uit de Azraanse koepel in het systeem invoeren. Ah, u gaat ons leren vliegen. Hoe graag ik je de touwtjes ook in handen zou geven, Luke. Ik wil jullie enkel ons hoogmoderne navigatiesysteem uitleggen. Luister goed. Kijk eens naar die monitor boven de bedieningspaneel. Jezus, moeilijk zeg. Praten. Kies een bestemming op het scherm en Raymond zal terstond
koers zetten naar de desbetreffende locatie. Als je niet in de buurt van de Bostonius bent, kun je Raymond bereiken via het luchtschip-pictogram op het touchscreen. Jullie kunnen snel merken hoe betrouwbaar behulpzaam Raymond is. Hij is al jaren onmisbare kracht voor mij. Dus we hoeven alleen maar op een bestemming te tikken om erheen te vliegen. Dat is handig. Het werkt bijna hetzelfde als de bussen in Londen. Dus jullie begrijpen het? Mooi, dan hoef ik het maar één keer uit te leggen. Tik op een locatie. De Bostonius brengt ons dan vliegensvlug daar naartoe. Laten we eerst maar naar de jungle gaan. My body don't jungle jungle. It folds. Volgens onze ontdekkingen in de Azeraanse koepel zou hier ergens een ei te vinden moeten zijn. Het ziet er allemaal zo groen en tropisch uit. Het is daarbuiten vast snikheet. En die jungle is zo dicht begroeid. Hoe gaan we daar ooit zo'n piepklein eitje vinden? Dicht begroeid of niet? Luke, je scherpe blik heeft toch wel een dorpje ontwaard in het midden van dat altijd gebladerde? Een dorpje? Nou ja, ik zag wel een open plek, maar er stonden alleen een paar enorme paddenstoelen. Precies, het lijkt me onwaarschijnlijk dat ze van nature in zo'n formaat groeien. Maar laten we voorzichtig zijn met de aannames. U heeft gelijk, professor. We moeten zelf onderzoeken hoe het zit. Inderdaad, het antwoord op je vraag of dit hypothetische dorp bestaat, zullen we zo'n 100 meter ten noorden van hier vinden. Al die prachtige kleuren. Het spijt me, maar jullie zullen een paar minuten moeten geven voor mijn fotoalbum. Het moet wel lastig zijn om op zo'n afgelegen plek te wonen. Ik geef toe dat ik niet had verwacht dat we hier zo'n levendig dorpje zouden aantreffen. Het staat niet eens op de kaart, alsof het een soort verloren paradijs is. Ik geloof dat mijn voorkeur uit zal gaan naar een wat minder broeierig paradijs. Inderdaad, laten we eens met die jonge man praten. Wellicht kan hij ons helpen het ei te vinden, voor onze neusgaten gaan staken. Wow. Dit is een echte hersenkrabber. Haha, hersenkraker. Oh nee, help, mijn haar. Het eet mijn hand op. Pardon, jongeman. We vroegen ons af of je ons misschien zou kunnen helpen. Het vreet me met huid en haar op met huid en haar. Wat nou? Snappen jullie het niet? Bah, ik heb hier geen tijd voor. De zon gaat al bijna onder. Juist ja, dat gesprek ging niet helemaal zoals ik had gedacht dat het zou gaan. Waar was die rare kwast mee bezig? Misschien dat dat een normale manier is van doen voor de mensen in dit dorp. Volgens mij is het helemaal nergens een normale manier van doen, Aurora. Ah, verderop staat een dame. Laten we het opnieuw proberen. In de jungle. Een paddenstoel jungle? De paddenstoelen slapen vannacht. Zelfs hier in de jungle. Een puzzel, dat had ik niet verwacht. Wat een schitterende bloem. Ik kan mij niet heugen dat ik ooit zo'n dergelijke bloem heb gezien. Oh, wat fascinerend. Ik maak er meteen een foto van. Dit gesprek over bloemen moet me denken aan een puzzel. Wil jij misschien eens proberen op te lossen, Emmy? Misschien wil Emmy dat wel. Bloemetjes planten 2. Oh ja, we hebben op bloemetjes planten 1 ook al een keer gedaan, ja. De geitjes van deze familie hebben alle bloemen opgegeten. Wat een pech, nu moet hun hele tuin herbeplant worden. Maar het gezin wil niet dat de bloemen met dezelfde kleur naast elkaar komen te staan. Houd er rekening mee terwijl je verschillende bloemblokken in de tuin plaatst. Vergeet niet dat de bloemblokken kunnen draaien. Oh ja, je kan ze dus draaien. Waar begin je is dan altijd de vraag, hè?
Oh. Oké, dat kan niet. Nee. Dit kan. Dit kan ook. Zo. Dit is hem niet. Moet eigenlijk even een startpunt hebben. Het huis zelf moet aan vier zijden omringd zijn door roze bloemen. In de hoeken linksboven en rechtsonder horen ook roze bloemen. Terwijl de hoeken rechtsboven en linksonder blauwe bloemen horen. Oké, dit is op zich wel goede informatie. Want dat betekent dus dat de roze bloemen om het huis moeten. Ik vind bij dit soort dingen altijd zo lastig. Waar moet je beginnen? Plaats een lange, smalle blok langs de linkerkant van de tuin. Tot in de hoek linksboven. Het blok dat je een beetje op een kleine letter T lijkt, moet een kwartslag links omgedraaid worden en pas daarna in de hoek linksonder. Oké, kijk, nu gaan we hem halen, want nu hebben we in ieder geval een goed begin. En zoals ze zeggen, een goed begin is het halve werk. Maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft. En ik hoef geen helft. Evelien was 11. Ik deed alles zelf. Zo. Even kijken. Kijken. Dit is het ook niet. Zo misschien. Als je verder gaat naar hint 2, past een vierkante blok tussen het huis en de lange, smalle blok. Zo. Bovenblok met de T-vorm, linksonder. Het hoeft niet gedraaid te worden. Ja, oké, dat kan je nu niet meer zien, zeg maar. Het blok bestaat uit een vierkant met een uitstekende blauwe bloem. Moet het kwartslag rechtsom gedraaid worden, dan past het precies in de boven de eerste vierkanten. Die had ik daar volgens mij net ook.
Zo. Oké. Okay. Zo. 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 Jee, eindelijk gehaald. Dit duurde veel te lang. Een kind kan de was doen. Een kind kan de was doen? Inderdaad. Dit is werkelijk een opzienbare bloem. Dit is zo fotogeniek. Ik kan niet wachten om dit rolletje te laten ontwikkelen. En ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie ik heel graag bij de volgende aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Azran. Adios, amigos.